Het ministerie van LVV is gestart met de keuring van visvaartuigen voor de verlenging van de vergunningen. Vanwege de COVID-19-pandemie kon de keuring niet eerder worden gedaan. Het is gebleken dat bij de keuring van de vaartuigen de juiste samenstelling van de netten wordt aangetroffen, maar dat deze daarna worden verwisseld met netten van kleinere maaswijdten. Dat is in strijd met de vergunningsvoorwaarden. Het ministerie benadrukt dat bij overtreding van de regels de vergunning zal worden ingetrokken. De inspecties vinden plaats bij het visserijcentrum Kommewijnen, de Nieuw Amsterdam, als ook bij de aanmeersteiger Nine aan de Anton Drachtenweg. Bij de keuring wordt onder andere gelet op de naam en het registratienummer van het vaartuig.